Hallo leuke ballonvriendjes en vriendinnetjes. Welkom in een nieuwe ballontutorial video. En vandaag maken we een hele lieve zeeschildpad. Nu, wat heb je nodig om zo een lieve zeeschildpad te maken? Een 260 ballon bruin. Een 260 ballon groen. Een 160 ballon groen. Een overschotje van een 350 ballon. Of een witte ronde ballon van 5 inch. Een schaar. Een stift. En natuurlijk onze ballonpomp. Ik zou zeggen, neem je ballonnen erbij en laten we starten. We beginnen met onze bruine ballon op te blazen. Dit doen we ongeveer 3/4 van de ballon. Laat er een beetje lucht uit. Knoop dicht. En maak de ballon goed soepel en zacht. Je hebt aan het uiteinde nog een viertal vingertjes over. Hetzelfde doen we met onze groene 260 ballon. Beetje lucht uitlaten. En goed dichtknopen. Knoop deze twee ballonnen aan elkaar. Zo. En zo zie je dat je bij de groene ballon ook een viertal vingers overhoudt. En bij de bruine ballon ook een viertal vingers overhoudt. Neem je stukje witte ballon. Maak hiervan ongeveer een bubbel van 4 vingers groot. Of neem gewoon een ronde ballon en blaas deze lichtjes op. Je zal zo dadelijk zien waarom. Knoop dit goed dicht. Verdeel de bubbel in 2 delen. Ongeveer even groot. Zo. Neem je uiteinde en draai je rond. Zo. Met de andere ballon doe je hetzelfde. Neem je uiteinde in het midden. Oops. En draai je rond. Zodat je eigenlijk een dubbele pinch twist krijgt. Dit worden de ogen van onze zeeschildpad. Neem dan je groene ballon 160 en blaas deze op. Dit mag je zelf kiezen hoeveel je deze opblaast. Want hier gaan we heel weinig mee doen. Maar dit worden wel de voorpoten van onze zeeschildpad. Want bij een zeeschildpad zijn de voorpoten altijd een stuk langer dan de achterpoten. En eigenlijk zijn het geen poten, maar zwemvliezen. Knoop je ballon goed dicht. Neem het uiteinde, knoop dit uiteinde goed dicht bij elkaar. Zoek het midden van je ballon en ga hier een beetje twisten, zodat je twee aparte delen krijgt. Dan ga je zo piep, 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 ga je deze samen duwen en ga je verbinden. En dan hebben we eigenlijk onze voorpoten, onze ogen en onze twee ballonnen. En nu gaan we echt gaan starten. Neem om te beginnen je ogen. Leg deze op je groene ballon. Breng je groene ballon over je ogen. En breng dit samen met je bruine ballon. En draai dit tezamen. En krijg je dit. Zo. Maak nu twee pinch twists bij de bruine ballon. Voilà. Maak hem goed zacht natuurlijk. Pinch twist nummer 1. En pinch twist nummer 2.
Dit zorgt er ook voor dat het hoofdje mooi op zijn plaats blijft staan. Dan nemen we onze flippers. Die kan je een beetje in vorm brengen door deze een beetje te masseren. Dus ik maak ongeveer zo wat een lichte S-vorm. Ik doe dit bij de andere flipper ook. Een lichte S-vorm. Breng nu deze twee flippers tussen de bruine ballon. Tussen de bruine ballon en de groene ballon. En maak dan een bubbel van ongeveer een 6 vingers groot. Maak nu met je groene ballon opnieuw een pinch twist. Ziezo. En nu gaan we onze groene ballon even negeren. En we gaan met onze bruine ballonnen. Dus we hebben hier één bubbel. Het is de bedoeling dat we zo 4 bubbels krijgen. Dus we gaan onze bruine ballon terugplooien naar het hoofdje. Zo. Draai deze naar rond. Dan gaan we opnieuw naar achter. Draai deze naar rond. En dat opnieuw nog een keertje naar voren. En opnieuw naar rond. Ziezo. De overschot knip je los. En knoop je dicht. En dit overschotje kan je in het schild van de schildpad duwen. Dan hebben wij eigenlijk al dit resultaat. Dus 1, 2, 3, 4 bruine bubbels. Met de groene ballon gaan we hetzelfde doen aan de onderkant, maar daar gaan we geen 4 bubbels maken, maar 3 bubbels. Dus opnieuw je groene ballon naar voren. Opnieuw je groene ballon naar achter. Ziezo. Het hoofdje mooi positioneren tussen de twee pinch twists uiteraard. En als je alles goed hebt gedaan, krijg je dit resultaat. Dus je hebt de twee grote zwemvliezen van voor, het hoofdje, de twee bubbels om het hoofdje mooi samen te houden, de 4 bruine bubbels van het rugschild van de schildpad en de 3 bubbels van het buikschild van de schildpad. Met de overgebleven bubbel knijp ik de lucht er goed door, dat deze helemaal gevuld is. Ik maak op het einde een kleine bubbel. Deze kleine bubbel ga ik verbinden in deze pinch twist. Zo. En met de staart hier, de laatste loop dat we over hebben, ga ik hetzelfde doen als wat ik met de zijflippers heb gedaan. Dus ik ga het midden zoeken. Ik twist dit eventjes op. Dan krijg ik eigenlijk 2 bubbels. Deze duw ik naar binnen en twist ik opnieuw op. Zo. En dan is onze zeeschildpad helemaal klaar. Je kan de zeeschildpad nu al overhandigen aan het kindje, maar het is natuurlijk leuker om hem nog helemaal fijner af te werken. En dat doe je door de oogjes. Op te tekenen. Zoals jullie al gezien hebben in andere video's, ben ik geen goede tekenaar. Dus jullie zullen zelf zeker veel mooiere gezichtjes kunnen tekenen voor onze zeeschildpad.
Althans, dit is mijn zeeschildpad. Ik wens jullie heel veel plezier. Ik hoop dat jullie heel veel zeeschildpadden zullen maken. Vergeet niet om te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Binnenkort geef ik een leuke prijs weg onder al mijn abonnees. Ik zie jullie graag in een volgende video. Dag, ballonvriendjes!